Ik heb vandaag over de post soywax gekregen. Dat zijn een soort vlokken. Die ben ik aan het smelten. Au bain-marie. Je kan het natuurlijk ook in de magnetron doen, maar dan ben ik bang dat het gauw te hard gaat. Heb daar speciaal een heel klein pannetje. Nou, dan gaan we even wachten tot het gesmolten is. En dan doe je er een geurtje doorheen. Ik heb al verschillende gebruikt. Zijn parfumolie gebruik ik. Ja, en je kan natuurlijk voor allerlei verschillende vormpjes gebruiken. Van, die je ook gebruikt voor ijsklontjes of voor gietzeep. Nou, dit is dan nog een klein restje van de vorige. Beetje wat ik maakte. Ik heb hier druifjes, dat zijn wel hele kleine. Dit zijn wat grotere, maar die vul ik maar tot ongeveer de helft. En dat eindresultaat. Oh, het kookt ondertussen. Wat lager zetten. En dit is het eindresultaat. Ziet er heel leuk uit en het ruikt ook heerlijk. Deze heb ik vanmiddag al gemaakt. Dat zijn hartjesvormpjes. Dan schrijf ik gelijk de geurtjes erbij, want daar gaat het natuurlijk om. Deze had ik gemaakt met kleurstoffen, maar dat waren de eerste. Maar dat is geen succes, want ja, de kleurstof zakt onderin. Ja, het is toch, die wax is toch het meest olie, dus die kleurstof zakt onderin. Dus dat was geen succes. Dus deze ga ik voor mezelf gebruiken en de andere ja, weggeven. Dat is leuk voor een verjaardag of zo. Of straks met de kerst. En dan gebruik ik kerstgeurtjes.